vandaag voor Seven Days of Inspiration bezig geweest met iets heel leuks. We waren de eerste groep en we zijn echt onwijs bezig geweest met ook echt inspiratie vanuit onszelf. En we hebben heel veel leuke dingen gedaan. We hebben onder leiding gestaan van Aaron Berg. Dat is een onwijs belangrijke man op het gebied van innovatief onderwijs. En samen met hem zijn we creatief bezig geweest. En we hebben voor alle vakken op school, alle terreinen van school, het gebouw, je eigen talentontwikkeling, je lessen, zijn we bezig geweest van wat denken wij, wat is belangrijk voor in de toekomst. En dat zijn we een grote groep bezig geweest. En tussendoor zijn we even naar buiten gestuurd om even te gaan gillen. Zodat we echt creatief met heel veel aparte en leuke en ook hopelijk goede ideeën zijn gekomen. Daar zijn we mee bezig. Oké, en dan zullen we nu per onderwerp even gaan vertellen wat we hebben gedaan. Zullen we beginnen met de gebouwen? Oké, wij vinden eigenlijk dat de gebouwen, die moeten sfeervoller worden. Ze moeten bijvoorbeeld meer kleuren krijgen en betere stoelen en zo. Nummer 2 is dat wij aparte vormen willen van het gebouw. Bijvoorbeeld dat de klaslokalen en de stoelen andere vormen krijgen, zoals bijvoorbeeld gevolg, de klaslokaal. Ieder lokaal anders en dat de poten van de tafels allemaal andere vormen hebben. En 3, het is milieuvriendelijk het gebouw. Er wordt gebruik gemaakt van herbruikbare stoffen. En qua energie is het gebouw zelfvoorzienend. Dat was van 1. We hebben 5 gehad. Waarvan eentje was eigenlijk het meest creatief, was de talentontwikkeling. En dan is ook een groep en die kunnen ook even vertellen wat ze belangrijk vinden. In het leren van de toekomst kun je niet meer alleen maar vanuit boek leren. Dus het is heel belangrijk dat je eigen talenten gaat ontwikkelen. Dat er meer aandacht komt om je talent te kunnen gebruiken en om te kunnen ontwikkelen. En dat wordt bijvoorbeeld gedaan door een workshop. En met die workshops kun je dus echt je eigen talent laten zien. Dus dan doe je bijvoorbeeld mee aan koken en dan kun je dus echt laten zien of je goed bent in koken. Dus dan kun je je talent uiten. Ja, dat was er nog eentje. We zijn ook, want we kunnen wel alle anderen aankijken, maar we zijn ook met het zelf bezig. Dus wat wij als leerlingen vinden dat wij anders zouden moeten doen. Wat is de leerling van ons vooruit de toekomst? Als eerste dat respect tonen voor de leraren. En het is altijd belangrijk dat je toch goed luistert en ook weet dat ze daar toch voor een beroep voor jou je best aan te doen. Ja, dat was het respect tonen. Ja, als tweede hadden we het erop. Het is belangrijk dat je zelf de uren kan inplannen. Het is ook belangrijk voor later, vooral als je zelf bezig moet zijn. Je hebt ook meer inzicht in jezelf en dat vond ik ook belangrijk. Inderdaad vond het belangrijk dat de leerlingen hun eigen mening konden delen van wat ze van de vak vonden en ook wat ze van mee wouden gaan doen. Ja, dat was een beetje wat wij zelf vinden dat wij zelf moeten gaan doen. We hadden nog eentje, die staan nu wat achteraan, dus komen we even naar voren. Dat is namelijk de les stof. Wat wij daarvan vinden, en er moet wel wat aan veranderen, vinden wij. We vinden dat meer buiten het boekje moet worden gedaan op school. Dat niet alleen maar alles uit het boek moet worden geleerd, maar dat ook bijvoorbeeld lesstof gedigitaliseerd wordt. En dat er meer creativiteit wordt gedaan. Dat bijvoorbeeld dat het meer dansprojecten zijn of toneel of zo'n ding allemaal. Het is ook belangrijk dat je leert samenwerken, want dat is heel belangrijk in je verdere leven, in je beroep, als je dan niet goed kunt samenleven, werken. Dus dat moet je dan geleerd krijgen, al op de school. Oké, de laatste was daar waar het meeste commentaar altijd op is, namelijk de docent. Ja, eigenlijk hadden we 4 verder docenten, we dachten, houden het netjes, doen gewoon 1. er zijn 3 hele belangrijke punten uitgekomen. Ten eerste vonden we dat een leraar echt passie voor het vak moet hebben. Het maakt het heel wat leuker als hij vol passie vertelt over wat zijn vak is, wat hij echt leuk vindt. Dus dat vonden we heel belangrijk. Ten tweede wouden we graag dat een leraar heel erg interesse toont in iedere leerling apart, zodat er een betere band staat tussen leraar en leerling. Ja, en het laatste ding, een leraar beoordeelt altijd zijn leerlingen en het is nooit andersom. En wij vinden, het hoeft niet alleen aan het eind van het jaar, maar we kunnen ook gewoon door het jaar heen dat een leraar af en toe ook beoordeeld wordt op wat hij lesgeeft. Want het gaat er uiteindelijk om, ook al hebben we dan het eind, kunnen we wel zeggen, ja, die hebben we toch niet meer. Maar we vinden het heel belangrijk dat wij ook de medeleerlingen na ons gewoon kunnen laten zien wat de beste leraren zijn. En dat ze ook worden afgerekend op het feit dat ze slecht lesgeven. En dat
wordt nu absoluut niet gedaan. En dat is een beetje waar we de hele ochtend mee bezig zijn geweest met al deze 5 dingen die jullie net hebben kunnen zien en die helemaal volgeschreven waren. Het was ook een hele, hele, ik denk toch wel een nuttige ochtend geweest. Een mooie ochtend. Ja.